lopen. Hallo. Goedemorgen mevrouw, mag ik u wat vragen stellen? Ja hoor. Ik doe mee aan het beste idee van Emma en mijn idee is de tegel. Oh, nee, wat leuk. Moet eens kijken jongens. Weet u ook wat het betekent? Nee. Ik heb geen flauw idee. Nou, het staat voor kindervriendelijke wegen. Dan kun je de snelle route nemen, maar die is erg gevaarlijk met allemaal auto's. Of je kunt de iets langzamere route, maar wel leukere nemen. En daar zijn heel veel speeltuintjes en dat is ook leuk voor de kinderen. Oh, wat een goed idee. Ja. Ja, we hebben hier dus een tegel neergelegd. Mm-hmm. Nou, welke weg zou je willen nemen? De snelle of met alle kinderen de leuke? Nou, ik kijk even om me heen. Ik denk dat het goed is dat we een leuke route lopen, of niet? Ja. Ja. Die met een speeltuintje. Is die met speel... Nou, je hoort het. Oké, okay, bedankt. Dus we doen de leuke. Oké. Okay. Nee, die hebben wij toch ook? Ja. Alleen in het blauw, hè? Cool, nog één. Nou, laat maar zien, waar is die? Kom maar. Oh. Waar is die? Kijk, hier is er nog één. Kijk, hij was nog één. Oh, kijk, jullie kunnen even naar het speeltuintje. Ja. Kom maar. Mevrouw, wat vond u ervan? Nou, hartstikke leuk. Heerlijk ontspannen wandelen zo. Oké. En ging het ook sneller? Nou, het ging zeker sneller, want de kinderen rennen dan al vooruit naar de volgende tegel om te kijken waar die is. En dan komen ze er weer aan. Dus eigenlijk gaat het veel sneller, want bij de auto's moet je uitkijken en het loopt heerlijk ontspannen. Oké, nog een voordeel dus. Ja, absoluut. Dus wat mij betreft is dit het beste idee van Emma. Oké, nou heel erg bedankt. Succes! Oké, doei! Doeg!